A takimang fuskoutu esen a barboskopu gomit de young wang nanga de ouders dati de young wang e forum gang na tapulen skoro. Vooral te na school dan de mang esen boskopu gomit makandra nanga app taki feti ode tussen a skoro disi nanga atra skoro. En a ontwikkelen disi anuang buwang gide young wang fu sernang. Di manteng umbetak nanga barra bishop. En hij legt uit van model D en hij keurt een model af. Want unique youth man, hij gaat scoren voor Larry, voor trouwens in een maatschappij. De man is niet gaan scoren voor een gangster. Dus ik ga naar de bishop. Milton Bishop, goedemorgen en bedankt voor deze gelegenheid om via Maman Tentaki de samenleving te informeren over de kwestie met betrekking tot gangvorming op onze scholen. Wat kunt u ons hierover vertellen, meneer Bishop? Ja, goedemorgen, kijkers, luisteraars. Inderdaad, zien wij de afgelopen 2 weken dat er sprake is gangvorming, aanhalingstekens, waarbij scholieren elkaar uitdagen om in de pauze na school voor schooltijd met elkaar te vechten, waarbij mensen niet schromen elkaar te bedreigen, zware wapens komen te pas, wapens, messen, flessen, waarbij partijen elkaar uitdagen om met elkaar in gevecht te gaan. Deze zaken kunnen wij natuurlijk niet goedkeuren en het baart de politie zeker zorgen en wanneer wij die zaken constateren, wanneer wij die informatie hebben, moeten wij aan de bel trekken, het zij preventief, maar ook repressief wise. En de afdeling jeugdzaken, die is meer belast met het jongerenbeleid, maar in ieder geval willen wij een signaal geven aan de scholieren om dit gedrag achterwege te laten. We zien de concentratie, mensen dagen elkaar uit, mensen geven ook soms ook aan via social media dat er een gevecht is tussen school A en school E. Dus wij zeggen nee, onder al die omstandigheden moeten wij de jongeren weerbaar maken. Maar daarna moet er ook een stukje verantwoordelijkheid komen vanuit de zijde van de ouders. Dus het baart zorgen inderdaad. Maar we gaan ervoor om deze zaken, die handelingen te ontmoedigen. In ieder geval kan je die handelingen wel typeren. Althans, strafbare gedragingen kunnen daaruit voortvloeien. Openlijke geweldpleging, mishandeling, bedreiging, belaging. Zijn vrij ernstige zaken. Dus wij zeggen nee, die handelingen moeten stoppen. We gaan richting eind van het schooljaar. Dus wij willen die handelingen zeker laten stoppen. Ja, op hoeveel scholen speelt dit fenomeen zich af? Nou, ik kan exact kan ik niet aangeven hoeveel, maar in ieder geval zijn de afgelopen periode hebben we toch een aantal scholen aangedaan. De sprekers zelf, scholen op VOJ, maar ook op VOS-niveau. Ja, en we zien het ook nog steeds gebeuren. Dus een aantal kan ik niet prijsgeven, omdat ik geen documentatie nu bij de hand heb. Ja, maar in welke buurten? Nou, laten we zeggen in en buiten Paramaribo. Hoor. De concentratie is in stadje Paramaribo, maar ook buiten Paramaribo. Ja, dus buiten Paramaribo. Dus dat wil zeggen Wanica, Brokopondo. Wanica. Okay, Parbo, dus, Wanica. Ja, dus Paramaribo en Wanica. Ja, en hoe is de politie achter deze informatie gekomen? Hebben de schoolhoofden aangifte gedaan? Ja, ouders hebben ons ook in kennis gesteld. Ouders, schoolleiders hebben mij gecontact, de politie gecontact. Dus je ziet dat de bezorgdheid het is bij de ouders, maar ook bij de leerkrachten. Dus enerzijds ouders, anderzijds leerkrachten, maar daarnaast hebben ook scholieren via een social platform de informatie doorgespeeld. Ja, en heeft u een paar gangmembers al in kaart gebracht? Nou, dat gedeelte laat ik over voor de aangifte en de onderzoekdienst. Ja, aangifte en onderzoekdienst, de afdeling jeugdzaken voornamelijk. Maar ook de resort, de basispolitie, die zou het primair moeten inspelen. Dus als er reeds aanhoudingen zijn verricht, kan ik niet bevestigen. Maar belangrijk is dat wij een duidelijk signaal geven naar de ouders, de jongeren, de samenleving. Voor tak nanga des ting, voor tak nanga des matak.
liep gedrag en achterwege. Preventief wise gaan we zeker aan de bel trekken. Gaat de politie aan de bel trekken. En als er wat is, laten de mensen het recht niet in hun eigen handen nemen. Maar laten ze de politie verwittigen. Ja, ze kunnen gewoon in afgelopen rechtstreeks naar jeugdzaken. Dichtbij zijn de politiepost. En zij zullen alvast de primaire of de interventies plegen. En als het nodig is dat jeugdzaken in beeld komen. Maar belangrijk is, de politie moet op. Deze zaken. De politie moet zeker verwittig worden als het gaat om deze zaken. Gaat de politie nu zichtbaarder zijn in de buurt van deze scholen? Dat is het beleid van jeugdzaken. Dus zij zullen zeker hun strategieën uitgooien. Ja, ik zit niet meer daar. Dus de collega's die daar zijn, die zijn daarmee belast. Dus ik weet niet wat de strategie nu is voor dit moment. Maar in de loop van deze week heb ik wel een onderhoud met hen. Zodat ik ook de samenleving kan informeren. Belangrijk is dat wij toch een stukje verantwoordelijkheid moeten hebben. Ook de scholieren. Ja, wanneer het goed gaat, gaat het goed. Maar een ongeluk schuilt in een klein hoekje. En ik zeg altijd, laat je niet meesleuren door de negativiteit. Want na Johan kan was strafen. Johan kan trolasman. Want als hij begint aan vechtpartijen, bedreigingen, dit kan vallen, maar ook toe, ik kan wel strafen. Dus belangrijk is de zichtbaarheid van de politie. We doen het ook via uw platform, maar dat er een stukje bewustwording komt en dat er geen kat- en muisspel zal ontstaan tussen de politie en de scholieren. We zijn er om de samenleving preventie repressief wijs te dienen. En als er wat is, moeten wij de samenleving ook informeren. Belangrijk, ouders, dat je mop uit OSO. Doe atasso controle, check up tien, tak na ngat tien, gangster neguaskoro, ja? Gangster neguaskoro, één keer, twee keer, yo lassie, yo outro lasmang. Er zijn genoeg voorbeelden, zeg ik altijd, hoe het moet en hoe het niet moet. Dus gangster neguaskoro, yeguaskoro, voel ik met adocent leven zuur, yeguaskoro, voel ik fit aan trouwen, ja? En dan ik mijn haar, yugo isrubu. Ja, dan maak ik maar haar je gewoon toetje. Ja, denk aan je toekomst. Denk aan de perspectieven die er zijn. Maar of je vertoningsschrift, ook een gangster. Dat is los van rekenen naar jou. Want kan ons daar zijn taboma. En wij willen die zaken voorkomen. Dan maak ik negativiteit, negatieve zaken. Stroebel je pot in probleem. Want die dat is goed bureau naar jou. Als donker is.